Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van het zesde seizoen alweer van De Stem van Songfestival.be. Vandaag gaan we het hebben over de inzending uit San Marino. Dat is natuurlijk gezongen door Sinit en ja, door de Amerikaanse rapper Florida of Florida. Ik weet eigenlijk niet hoe dat Florida. Je... Florida. Florida. Ah, voilà, Filip weet het, dus Filip, jij mocht als eerste beginnen. Wat vind je ervan? Ja, San Marino. Ik denk dat het iedereen wat verrast heeft. San Marino, over het algemeen verwacht niemand veel van San Marino. Het feit dat Sennett nu voor de derde keer gaat, was ook niet echt een ding om naar uit te kijken, denk ik. Want de vorige twee elements van Sennett waren nu niet echt om over naar huis te schrijven. Ook Sennett brengt elke maand een cover van een songfestivalnummer uit, voordat ze een hele artistieke video maakt. Dat je die nog niet gezien hebt, ga zeker eens naar YouTube en zoek die eens op. Op zich is dat wel leuk om te zien, maar die zijn zo overdreven, bombastisch, dat ik eerlijk gezegd niet veel verwacht had van San Marino. Nu, ja, San Marino kwam dan meer dan een week te laat dan toch met zijn nummer op de proppen. En ik moet zeggen, ik was aangenaam verrast. Ik vind de instrumentele klanken, de artistieke bijdrage van het nummer, hoe zullen we zeggen, San Marino echt geen folklore, denk ik. Toch echt veel. Maar er zitten wel die folkloristische klanken in die je normaal gezien van een Oostblokland verwacht. Het draagt allemaal wel bij tot het nummer. En daar vind ik persoonlijk dit jaar een aantal nummers zoals Cyprus en Servië een beetje de mist in gaan. Met copycat spelen van andere nummers. Doet San Marino dat eigenlijk niet. San Marino komt met een origineel product dat er eigenlijk ook wel staat. En Florida zit er nu inderdaad wel in. Had dat gemutten? Voor mij had dat denk ik niet echt gemutten. Ik denk dat het nummer sterk genoeg had geweest zonder Florida. Maar het stoort mij ook niet. Dus ik ben heel aangenaam verrast door San Marino dit jaar. Oké, benieuwd of dat elan verder gaat, Gunther? Ik ben altijd een soort van groeier in zulke soort liedjes. Als ik zo'n liedje voor de eerste keer hoor, zoals het van San Marino, dan denk ik altijd... Hoppakee, nog eentje voor op de hoop. Ik zeg niet erom dat dat niet slecht is of zo, maar ik merk dan inderdaad wel, ik ga mee met Filip, zijn klankje die dat je niet echt verwacht bij San Marino, dat ik denk van, lopen we door de woestijn of zitten we ergens in Italië? Maar goed, het is duidelijk dat ze goed hebben gekeken naar de voorbije jaren van wat werkt en wat werkt niet. Je merkt ook aan heel veel landen dat ze echt een jaar hebben gehad om zich voor te bereiden, want... Het is van de landen waar je het niet van verwacht dat ineens de grootste kanshebbers vandaan komen. En San Marino is er zeker ook zo eentje. Ja, die Florida ertussen, ja, dat is wel een beetje random. Meer kan ik er niet van maken. Ik ben er ook vrijwel zeker van, ik zeg dat hier thuis ook altijd, die hebben hun release uitgesteld. Ik durf ervoor weten dat op het moment dat die gingen zeggen, we gaan het uitbrengen, dat die Florida een bericht tegenstuurt, wacht, ik doe mee. En dat die gedacht hebben, nu moeten wij heel die videoclip nog aanpassen en heel dat nummer. We wachten nog wel een week. Ben jij wel zeker van dat dat gebeurd is. Maar even de meerwaarde, nee, dat is gewoon ene dat een beetje staat te roepen in mijn beleid. Ik heb het in het algemeen nooit voor zo een nummer dat gezongen wordt, hebben dat ze dan ineens hippie die hop. Dus ze komen altijd, dat vind ik verloren tijd. Ik hoop dan wel dat ze hem zover krijgen dat hij meekomt, voor zover dat het reizen voor die jongen mogelijk is. Want dat zou wel cool zijn om zo'n grote naam dan naast Zenit randomly op het podium te hebben. Als er dan wordt gezegd San Marino. Zag je een mens aankomen vorig jaar. Maar goed voor dat kleine vrouwtje. Ik vind het tof voor haar, ik vind het tof voor San Marino. Ik ben niet de grootste fan, maar ik denk dat er miljoenen anderen wel fan zullen zijn. Dus ik ga het zeker niet afbranden. Ik vind het leuk om naar te luisteren. Maar het is niet mijn nummer 1. Laat ik het zo stellen. Oké, benieuwd wat Joël van het kleine vrouwtje vindt. Kleine vrouwtje? Is die zo klein dan? Ik heb geen idee, maar zo zie ze wel. Ze heeft me eigenlijk ook wel heel erg verrast. Ik had inderdaad ook, zeker na heel die Freaky Road to Rotterdam of zo, dat ze deed inderdaad, wat Filip net zei. Ik dacht, dat wordt iets heel raar, zo, zoals die video's er allemaal uitzagen en hoe ze die liedjes allemaal bewerkt had. Ik vond het heel vreemd. Maar het heeft me eigenlijk heel erg verrast. Ik vond het... Echt wel, ja, origineel kan ik het niet noemen, want uiteindelijk ze hebben heel goed gekeken naar alle, ja, goed scorende dingen van vorige jaren. En de Oosterse klanken zitten er weer een beetje in. Past niet echt bij San Marino, vind ik. Maar
Het heeft me echt wel heel erg verrast. Ik denk echt dat dit wel eens de inzending kan zijn die het hoogste scoort voor San Marino. Ik denk dat ze in de vorige jaren echt nog nooit zo goed hebben gedaan. En makkelijk finale, denk ik, sowieso. Ik vind het ook wel inderdaad een beetje vreemd dat Florida erin zit. Dat heeft voor mij nou niet echt een toegevoegde waarde of zo. Maar ja, ik denk wel dat ze er wat meer punten mee gaan sprokkelen daardoor. Oké. Ja, ik wil me eerst en vooral bij Philippe en Joël aansluiten, want ja, ik denk dat ze net wel echt het allerleukste lockdown project had het afgelopen jaar van iedereen ter wereld, dus allee, echt geweldig. Het lied, ik vind het persoonlijk nogal 13 in een dozijn eigenlijk. Ik heb het gevoel dat ik op de radio geregeld dat soort liedjes hoor. Maar dat is niet slecht bedoeld, want dat is een goed teken. Dat betekent dat het wel wat actueel is en dus wat, ja, hip en trendy is, om het met lelijke term te zeggen. Maar het is gewoon niet echt persoonlijk mijn ding daarom. Ik weet nu ook wel, het is goed, zeker voor de normen van San Marino, die al niet zo laag, niet zo hoog liggen. Maar als ik dan zie hoe hoog het met de boekmaker staat, en hoe fans erover gillen alsof het de beste uitvinding is sinds brood, dan denk ik wel bij mijn eigen mannetjes, oké, kalmeer. Het is een oké nummer, maar laten we ook niet te hoog van de toren gaan blazen. En wat die rapper dan betreft, ik hoop ook echt dat hij zo gewoon uit het niks voor 10 seconden op dat podium gaat verschijnen en dan weer verdwijnt, zonder dat wordt aangekondigd of iets. Gewoon dat. En dat zou perfect zijn. Maar ik denk inderdaad wel, zoals Joël, ja, het beste San Marinees resultaat is tot hiertoe 25e in de finale. Dus ik denk nu ook wel dat ze daar... 19e, toch? 20e, toch? 19e. Of 19. Wanneer dat? Dat heb ik mijn collectief geheugen gebouwd. Maar dan dus inderdaad beter dan 19e, dat zie ik het nog wel doen. Maar... ik denk niet dat we naar San Marino gaan volgend jaar. Ik zal het daarop houden. Goed. Dan gaan we over naar Le Point. Philippe? Van mij krijgt San Marino dit jaar een 9. Oef. Wie had dat ooit gedacht? 2021 going crazy. Gunther? Ik hou het op een 7. Een 7? Joël? Ik ga mooi tussenin zitten, dan hou ik het op een 8. Oh, voilà. En ik ga dan met Gunther zitten en ik hou het ook op een 7. Voilà, dus momenteel zie je op het beeld de gemiddelde score van onze redactie. Maar uiteraard kunnen ook jullie weer gedurende 24 uur stemmen door punten te geven in het artikel. Dus niet onderaan in de reacties, maar in ons artikel tot en met morgenochtend 9 uur. En jullie stemmen tellen voor 2/3 van het totaal mee. Heel veel stemplezier en wij zien jullie uiteraard heel graag morgen terug voor een nieuwe aflevering van de Stem van Songfestival.